we kopen daar, we gaan daar zien wat ze nodig hebben en wij kopen die goederen. Dus wij geven geld, we kopen die goederen. We zoeken de experts erbij die weten wat er nodig is. We zorgen dat die goederen daar liggen. We zorgen dat ze kennis en kunde krijgen om hun huis op die verantwoorde manier aardbevingsbestendig weer op te bouwen. Primair is het belangrijkste dat de kinderen weer naar school kunnen. Het schoolgebouw gebouwd is, ook anti-aardbeving. Dat er weer elektriciteit is en dat er weer stromend water is. En als het daarvoor nodig is dat we een kilometer kabel kopen, of we moeten 10.000 euro geven, dan kopen wij een kilometer kabel. Die krijgen ze. En nou, op die manier gaan we het geld besteden.